Trainer Marcel Koning had zijn groep bij elkaar voor de eerste training. Komende zaterdag staat een oefende wel op het programma thuis tegen Capelle. Koning kijkt uit naar het nieuwe seizoen. Na zo'n uh, ja, rotte periode afgelopen seizoen en eigenlijk het uh, seizoen daarvoor ook al uh, raar uh, geëindigd, dus zijn we blij dat we weer mogen met z'n allen. De selectie is vergeleken met vorig seizoen grotendeels intact gebleven. Wel zijn er wat versterkingen aangetrokken. Ja, er zijn uh, wat uh, ja, ervaren aanvallers bijgekomen die hier ook al hebben gespeeld. Zoals Jetson Marques en Chan Memo En we zijn blij dat Delphine Pignero op het laatste moment erbij is gekomen. Die jongen heb ik zelf nog getraind bij HBS. En hij heeft nog in Thailand een profavontuur gehad. En daarbij zijn er gelukkig ook weer drie jongens doorgestoten vanuit de jeugd, de ON21. Dus daar zijn we natuurlijk ook trots op. Op 22 augustus is de eerste competitiewedstrijd uit bij Kwik in Den Haag. Maar wat is de doelstelling voor volgend seizoen? Eerst kijken we hoe fit is de groep. En uh, dat, dat, daar, ja, dat hopen we zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. En van daaruit kunnen we een doelstelling gaan bepalen.